Hallo, ik ben Frank Vermeer en ik toon je vandaag Educapé met name de activiteiten. Ik ben aangekomen aan die van dialoog. Een dialoog is een opgenomen tekst die tussen verschillende foto's gebruikt wordt. Ik wil ermee een foto van een dier en een klein tekst. Wanneer we een conversatie met het Nederlands maken, kan die natuurlijk ook werken. Winkel, one mode allowed, general data, dialoog. Eén seconde tussen de twee dialogen, dus de ene persoon heeft iets anders. Characters, dat klinkt misschien een beetje raar, maar je hebt dus eerst foto's nodig. Add, ik ga even de winkel hier ophalen. Dan ik hier een foto staan. Open. Let erbij dat die niet de 300 kilometer op zijn. Wanneer ik foto's zoek op Google, dat is misschien even een tussentijdse tip, dan zet ik hier bij zoek op middelen, gebruiksrechten, geleverd voor hen, maar inclusief aan. Dus dat betekent dus dat je die foto helemaal mag gebruiken. Dus ik ga niet groter dan deze afbeelden, zoals hier staat, afbeelden opslaan als het vermijden dat ik 300 kilometer op zijn doet. Dus characters, auto sequence. Ik kies eerst de winkel hier. De tekst is hallo, wat maak ik voor u? Upload audio of record audio. Ik kan het gaan opnemen. Delen. Ik ga het niet doen om te vermijden dat ik in de klut slaap met mijn opname. Dus upload audio en ik ga het even. Hier. Even linken. Dat had ik ook gezegd. Hallo, wat kan ik voor u doen? Hallo, wat kan ik voor u doen? Zo. Dat is trap 2 hier. Rechter nog eens klikken. Zo. Even kijken, wat staat er dan? Oké. In mijn muziek staat. Prima. Dus ik ga die benaderen bij muziek. Zoek naar trap 2, dat is de juiste open. En ik stuur die door. Voilà. Dit is dus de eerste sequentie, audio sequentie, dus die komen naar elkaar. Dan ga ik er een tweede toevoegen. Bij de klant. Ik wil hier weer even opnemen. Ik wil graag een brood kopen. Track 3 moet ik daar hebben. Dus ik benaderen. Track 3. Open. Send. We zullen dat brood 2 euro. Dat is dan 2 euro. Ik ga het hier niet uitgebreid op ingaan. Een kind kan het zijn. Dat is dan 2 euro. Bedankt en tot ziens. Nou, track
4. Bladeren. Track 4. Openen. Set. Goed. Ik heb dus een sequentie. Twee personen, een winkelier en een klant. Eerst komt binnen. Hallo, wat kan ik voor u doen? De klant zegt, ik wil graag een brood kopen. En dat is dan 2 euro. Dank wel. Tot ziens. Even naar My Erica Play. Voorbeeld hier. We gaan het eens even uitspelen. Ik hoop dat u dit hoort. Beginnen. Ik kan dit trouwens uit en aanzetten, dit geluid. Hallo, wat kan ik voor u doen? Moet je dan zelf voorlezen? Of je kan het laten voorlezen. Voilà. Ik wil graag een brood kopen. Tussen en dan gaat hij automatisch door. Dat is dan 2 euro. Bedankt en tot ziens. Zo, op die manier maak je een dialoog waarbij je dus, zoals ik al zei, kan bepaalde rollen uitzetten en door iemand anders laten spelen. Veel plezier ermee.